Wat gaan we doen? We gaan een hele eenvoudige presentatie maken waarin we dus voor het greenscreen zitten. En wat hebben we daarvoor nodig? Daar hebben we voor nodig hebben we daar OBS en Stream Deck. Stream Deck, dat is dit apparaatje en dat gaan we ook instellen. Nou, waar kan je dat nou bijvoorbeeld voor gebruiken? Je kan hem heel makkelijk gebruiken, het apparaatje, om jouw presentatie te maken. Bijvoorbeeld over pinguïns. Dus dan komt het plaatje van de pinguïns komen in beeld. We hebben een achtergrondje gemaakt. En op die manier gaan we ermee aan de gang. Wat hebben we nodig? We hebben nodig OBS en OBS Studio. En we hebben de Stream Deck van Elgato nodig. Nou, daarvoor hebben we twee onderdeeltjes. Die moeten we even installeren. En dat ga ik je dus laten zien. Wat kan je nou met die presentatie in OBS? Je kan dus plaatjes toevoegen, maar je kan ook een filmpje erin zetten. En dat zal ik even laten zien. Hier komt het instellen van de twee onderdelen. Daar gaat hij. Als eerste gaan we op zoek naar OBS Studio. Daarvoor hebben we nodig de Google. We tikken in OBS Studio. Daar staat hij al. Alsjeblieft. En op dat moment neem je deze bovenste. Deze. Nou, het is Windows, dus op dat moment kan je hem hier downloaden. Heb je dat gedaan, dan kom je in OBS terecht. OBS ziet er als volgt uit. Ik heb hier een aantal scènes. Ik heb natuurlijk een aantal scènes al klaargemaakt. En ik heb hier een vlak waarin ik één zo'n scène, scène 5 in dit geval, kan maken. Nou, wat ga ik doen? Ik ga daar even een achtergrondje maken. We gaan even een achtergrond maken. Met kiezen een afbeelding. En de afbeelding kan ik gewoon kiezen. Bladeren. En dan moet ik eventjes naar My Pictures. Ja, dat klopt. Ik heb hem decor 2 genoemd. We openen hem en we zien hier een decortje. Nou, dat decor maak ik nu eventjes klein. Heeft ermee te maken dat dit beeldje dadelijk dwars over het scherm heen komt. En dan zie je de rest van het OBS deel niet meer. Dus vandaar. Wat hebben we nog meer nodig? We hebben nog meer nodig. Eén camera. En die camera staat hieronder. Ik kies gewoon een camera. Alsjeblieft. En je ziet meteen dat ik hier in beeld ben. Dat is mooi. En je ziet nu dat ik hier voor dat greenscreen zit. Maar wat gaan we doen? We gaan daar even een filtertje overheen gooien. Ook deze maak ik eventjes klein voor nu. We gaan er een filter overheen gooien. En dat doe je als volgt. Je pakt deze. En je doet even rechtermuisknop, filter. En op dat moment kies je hier bij effectfilters het plusje. En chroma key. Chroma key is de manier om dat te doen. Nou, je kan wat aanzetten. Kleur is groen, staat hier. Je kan wat tweaken eraan, is niet altijd nodig. En op dat moment zie je dus dat ik hier in het scherm zit. Nou, om dus helemaal te laten zien hoe en wat, pak ik weer mijn decor. Die gooi ik er even overheen, deze manier. En ik pak deze. Dan moet je altijd wel even de juiste pakken. Dat kan je ook hieronder doen, door die even aan te klikken. Je maakt je eigen camera even wat groter en je plaatst jezelf op de plek waar je wil. Ja, je kan jezelf ook een beetje aan de zijkant zetten, dat is helemaal geen probleem. Hier in het hoekje. Je kan jezelf ook kleiner maken en op deze manier presenteren. Dat kan ook allemaal als dat op die manier moet. Maar meestal wil je gewoon midden in beeld. Hoppakee, gaat die. Die manier kan je dat gewoon doen. Geen probleem. Wat hebben we dan nog meer nodig? Nu hebben we ook nog de Stream Deck nodig. Dan ga ik even naar een andere scène. Dat is even deze. Deze scène. Deze doen we even min. En voor de Stream Deck heb je Elgato nodig. Elgato. En dan kun je bij de downloads kun je het Stream Deck verhaaltje tevoorschijn halen. Wat doe je daarvoor? Je selecteert je product. Dan ga je naar beneden en dan pak je een Stream Deck. En hij staat al op Windows, omdat je waarschijnlijk een Windows computer hebt. En op dat moment kan je hem hier downloaden. Dan krijg je dit programma in beeld. Nou, dat heb ik natuurlijk al gedaan. Dat is deze. En je ziet dat het al helemaal ingedeeld is, omdat ik een aantal scènes al klaargemaakt heb. Maar hoe kan je nou heel simpel een scène toevoegen van OBS? Nou, hier zie je OBS al staan, dat is automatisch. Je pakt een scène, je gooit op de plek die je wil hebben. En je gaat kijken welke scène wil ik hebben. Nou, scène 0 moest ik nog toevoegen. Dus die heb ik er nu ingezet. Dat is goed. En die moet ik even titel geven. En ik geef hem de titel 0.
Kan ik nou ook nog een geluid invoeren? Oh ja hoor, ik kan een geluid maken. Play audio staat hier. Nou, play audio, die zet ik daar neer. En op dat moment moet ik hier nog even een file kiezen. Dus dan gaan we dat doen. We kiezen een file. Op dat moment moet ik eventjes naar mijn muziekjes toe. Mijn muziekjes staan hier, mijn geluidjes. We pakken even een geluidje. Bijvoorbeeld applaus. Deze manier. En als je dan dus op het Stream Deck apparaatje kijkt, dan zie je hem daar al staan. Druk je erop, dan als het goed is, gaat hij het dan doen. En je hoort hem op dat moment. Op deze manier gaat het werken. En zo kun je dus ook heel makkelijk switchen van scène. Even wat aanvulling. Je hebt hier in het midden zie je ook nog een knop, zie je zitten. En dat is de recordknop. Ik heb hier namelijk de recordknop erbij gevoegd. Dat is heel handig, want dan kan je hem meteen aanzetten wanneer jij wil gaan beginnen. Nou, even een resume. Wat moet je dus als eerste doen om even zo'n snel een greenscreen filmpje te maken? Je moet twee dingen downloaden. Ten eerste moet je downloaden OBS en dat van Stream Deck, van bij Elgato. En je maakt als tweede maak je dan dus de scènes aan. Dus welke overgangen ga je allemaal erin zetten? En daarna stel je je Stream Deck in, zodat je namelijk alle scènes onder de knoppen hebt zitten. Geluidjes, record button, alles bij elkaar. En zo komt het helemaal goed. Ook het uitzetten van je video, uitzetten van de opname, komt op dezelfde knop. En daar druk op en dan is je klaar. Hey, succes ermee. Maak fantastische filmpjes hiermee.